Vandaag ga ik langs bij Jonathan en hij doet iets super tofs. Hij maakt van afval een skateboard. Ik ben benieuwd. Hoe is jouw passie voor skaten eigenlijk ontstaan? Ik vond het gewoon heel erg vet wat ik zag op film en in magazines, VHS nog die tijd. Ja. Dat vond ik. Ik wilde ook gewoon trucs doen en vliegen en dat soort dingen. Dus dat was dan zo'n beetje Nirvana, die periode? Ja, Blink, 182. Het is vrijheid, het is creativiteit. Weet je, het zijn verschillende dingen waar je dan later achter komt van, joh, ik ben eigenlijk helemaal van niemand afhankelijk. Hoe is dit nou op jouw pad gekomen? Ik werd gevraagd door de founders van Waysports. Zij waren heel erg druk met ontwikkelen. Playboards van plastic doppen. Ja, toen heb ik gewoon gevraagd of ik daarbij mocht zijn en of ik daar mocht kijken hoe ze dat deden. Want ja, ik heb gewoon heel veel skateboards gehad. Dus ik weet precies waar die skateboards aan moeten voldoen. En 3 weken later had ik mijn baan opgezegd. Eigenlijk zijn 2 werelden bij elkaar gekomen. Klopt. Is dat iets wat je altijd al hebt gehad? Dat milieubewuste omgaan met de natuur, maar ook gewoon gebruik maken van afval? Het woord afval is al een beetje raar. Het is gewoon nieuwe grondstof. Ik weet als geen ander dat het heel erg belang is voor de volgende, van belang is voor de volgende generaties dat we de boel een beetje netjes houden. Hoe komen jullie eigenlijk aan die doppen? Nou, we komen op 3 manieren echt aan doppen. De eerste manier is eigenlijk festivals waar we mee samenwerken. Daar krijgen we gewoon de doppen die zij inzamelen bij de bar, die krijgen we daarvan. We werken met de Blinde Geleidehondenstichting, het KNGF. Daar werken we mee samen. Die zamelen enorm veel doppen per jaar in. We krijgen ook steeds meer fanmail. Dus kids die gewoon op straat hun doppen of met klassen gewoon al hun doppen inzamelen. En dat is eigenlijk wel de movement die je wil creëren. Ik denk dat er ongeveer 10, 15 verschillende soorten plastic hier in deze bak liggen. En niet elke dop is geschikt. Kijk, om even aan te geven al. Dit is ander materiaal. Kijk hier, dit is PP. Ja. Dit. Hier staat een tweetje in. Dat is HDPE. Dus dat scheiden we. Deze kun je dan dus niet gebruiken? Nee, inderdaad. En ik zie daar een bak met allemaal versnipperd plastic. Klopt. Wordt dit dat? Of? Ja, nou, we bouwen eigenlijk de boards bouwen we in twee lagen op. Ja, dit zijn eigenlijk allemaal gemalen doppen. Dat is eigenlijk de onderkant. Oh, en daarboven kun je dus een nieuwe laag maken. En daar, kun je ook... daar gebruiken we echt de doppen van die jij net vast had. Ja. En hier leggen we echt verschillende designpatronen mee. Is het nou moeilijk om die patroontjes te maken? Wat we hier doen, we leggen eigenlijk een onderlaag van wit. En dan daarboven, daar leggen we gewoon wat doppen neer van blauw. En hier gaan we met halve doppen gaan we aan de slag. Dus je kan enorm veel variëren. Ja, we maken echt jouw boord, weet je wel? Echt met de handen. En dat vind ik wel erg tof. Wat wil je de mensen nu eigenlijk vertellen met dit product? Maar wij willen eigenlijk inspireren en laten zien dat er van oude, afgedankte producten weer iets nieuws gemaakt kan worden. Nou, dan ga ik er nu eens een ritje op maken. Ja, join the ride! Dus, als je wil skaten, allemaal plastic doppen verzamelen. Over 2 weken zijn we er weer met Renault Live. En vergeet je niet te abonneren op ons kanaal. Tot kijk!